shadow, though. Volgens mij zijn jullie hier nooit geweest. Dit is Koeks. Ik sta aan de ene kant van de heuvel, waar vroeger een kasteel stond. Dat is allemaal weg. En wijn wordt hier geproduceerd in deze regio. Dan ga je in een dal. Daar is de brug. Hieronder loopt de Elbe, de al bekende rivier. En dan gaat er een weg helemaal recht omhoog daar. En dit is een van de eerste en oudste ziekenhuizen in Europa. Waar ook een van de eerste apothekers waren. En het is een heel luxe ziekenhuis toen de tijd. Zelfs zo luxe dat het oude pad aan beide zijkanten een geul had. Waar wijn naar beneden liep. Werd opgevangen in een bak en weer terug werd gelopen naar boven door de werklieden. En weer los werd gelaten zodat het wijn weer naar beneden kon stromen. Want dit was een ziekenhuis voor koningen en hele rijke mensen. Graven, elite van toen de tijd. Het is een heel historisch plekje. Nou, dan weet je dat ook weer. Oh, ik zal maar even inzoomen. Gaat dat? Ja, dat gaat. Dus. Daar is de Schwarzberg, Tjarnagura, Tjernohora. En daar net achter, is niet te zien op de video, zie ik nog net een beetje de Janske die een beetje wit is van boven.
Ik heb het niet.